Het is tijd voor de laatste maandelijkse aankoop van dit jaar. Ik ga opnieuw 250 euro investeren in mijn portfolio. En ik heb ook nog een positie gesloten, daar winst genomen. Of eigenlijk. Alles verkocht. Dus ook dat geld kan ik gaan gebruiken voor een aankoop deze maand. En over twee weken wil ik dan nog een video maken waarin ik ga terugkijken naar 2021, naar de afgelopen 12 maanden. Aan de ene kant kijk ik dan naar de aandelen die ik in deze serie besproken heb. Dus hoe is het gegaan met mijn portfolio van 250 euro in de maand. Maar ook naar alle interessante aandelen die ik dit jaar besproken heb op dit kanaal. En in deze video heb ik ook nog een leuke aankondiging en giveaway. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal werk we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En zoals ik in de intro al zei, heb ik ten eerste een positie gesloten, dus laten we daarmee gaan beginnen. Want ik heb dus het aandeel dat ik vorige maand besprak, heb ik nu alweer verkocht. En in de vorige video van deze serie, vorige maand dus, bespraken we het aandeel Silicon Motion. Um, ik heb uiteindelijk vier aandelen gekocht. Voor 68,5 dollar per stuk. En vorige week schoot het aandeel omhoog. Had ik een rendement van meer dan 30%. Op dit moment was dat nog zo'n plus 25%. Ik heb ook op Instagram gevraagd van wat zouden jullie doen in deze situatie. Heel veel van jullie zouden het houden of winst nemen. Maar uiteindelijk heb ik gedacht, ik verkoop de hele positie. En de reden daarvoor is dat ik uiteindelijk. Um, ja, het is 25% binnen één maand tijd. Dat is gewoon heel erg veel. Het ging ook niet geleidelijk, maar het was in één keer een heel grote sprong. En bij heel veel aandelen die ik heb of heb gehad, zie je vaak dat het na de hand wel weer terugzakt. Dus juist om die reden. Uh, en natuurlijk de reden dat ik met dit portfolio VWRL probeer te verslaan, kijk of dat lukt. Dan is een plus 25 binnen drie weken, binnen vier weken is dan wel heel erg mooi meegenomen. Dus ik ga nu op zoek naar een nieuw aandeel waar ik rendement kan maken, waar ik een positie kan nemen. En dit aandeel houd ik zeker wel in de gaten. Mocht het gaan dalen zoals ik denk, dat ik dan opnieuw instap omdat mijn koersdoel wat ik had hoger lag, wel een stukje hoger lag dan uh, ja, de koers die het op dit moment had. Maar ik kon deze, ja, zo'n grote sprong, daar moest ik wel gewoon uh, van profiteren. En voordat we gaan kijken naar het aandeel wat ik deze maand wil kopen, na ja, die analyse wil ik eerst even gaan kijken naar de aankondiging en de giveaway. Want misschien breng jij op dit moment ook wel heel veel tijd door in je slaapkamer, in je thuiskantoor en wil je dat een beetje leuk inrichten. Dat was in ieder geval wel wat ik mee te maken had de laatste tijd. Um, ik wilde wat leuke dingen kopen voor het thuiskantoor, voor de studio. Dus heb ik laatst dus bijvoorbeeld die Tesla karaf, die je hier achter me ziet staan. Um, ja, een beetje als leuke achtergrond voor de video... maar eigenlijk ook als een aandenken... van een mooi rendement dat ik heb gemaakt... met de aandelen van Tesla. Uh, het was een leuke positie... maar ik heb daar uiteindelijk wel een keer een winst genomen. Dus als ik dat zie staan... Zie ik, ja, denk ik daar een beetje aan terug. Vind ik leuk. Maar ik was ook op zoek naar een leuk schilderij... een leuk canvas, leuke quotes... die ik eigenlijk aan de muur kon hangen... om juist ja, de studio wat aan te kleden. En een tijdje geleden vroeg ik ook dat aan jullie... van heb je nog leuke quotes... van ja, onderwerpen die bij mij passen... onderwerpen waar mijn passie ligt... waar ik over praat. Op dit kanaal. Um, dingen die me dan ook tegelijkertijd, als ik het zie hangen, me eigenlijk motiveren om te werken aan het plan voor de toekomst. Dus het is ook vooral een stukje motivatie. En toen kreeg ik dus in één keer een, een berichtje vanuit quotes. Uh, zij hebben een webshop met dit soort ja, artwork, zeg maar. En zij wilden me graag een poster toesturen omdat ze ja, liefhebbers zijn van het kanaal. Dus dat was heel erg leuk. Ik was geïnteresseerd, alleen ik kon eigenlijk net niet vinden wat ik graag zou willen hebben, wat per se bij mijn kanaal paste. Dus dat kwam wel een beetje achter in een gesprek dat we hadden. En toen dachten we van, waarom zullen we dan niet juist iets maken... wat wel helemaal aansluit bij dit kanaal, bij de onderwerpen... die ik leuk vind, waar mijn passie ligt. Dus daarom hebben we ook samen met een ontwerper uiteindelijk drie ontwerpen gemaakt. Ze hangen sinds een tijdje hier al in de studio. Misschien heb je het af en toe al in de achtergrond gezien. En ze zijn nu ook te koop via de website van Quotes. En een link naar de website vind je trouwens hieronder. En om dat te vieren gaan we de komende weken... Ook drie weggeven. Ik kies dan daarbij twee mensen uit die de leukste of de beste reactie hebben geplaatst onder een video of onder een Instagram bericht. En degene die een jaar abonnement op beleggers tools hebben genomen, ook daar verloot ik nog een van deze posters. Dus het makkelijkste wat je kunt doen om kans te maken op een van deze prijzen is dus een reactie achterlaten. Dat kan onder deze video, dat kan onder de video's die we de komende vier weken nog gaan plaatsen of onder een Instagram bericht in die komende tijd. Dan kies ik de leukste of beste reactie uit. En daar verloot ik dus twee van deze posters. Je kunt kijken of je een Poster kiest, een schilderij of een canvas en welk ontwerp jij het leukste vindt. Maar tot zover deze giveaway. Laten we nu gaan kijken naar het aandeel dat ik deze maand je uh, wil gaan toevoegen aan mijn portfolio: en dat aandeel is Polaris met tickersymbool PII. Sommige van jullie zullen de merknaam Polaris wel kennen... en anders heb je er vast wel ooit eentje gezien... of je het nou weet of niet. Want Polaris maakt namelijk eigenlijk van alle handen voertuigen. Denk je bijvoorbeeld aan offroad voertuigen zoals quads... maar inmiddels ook sneeuwscooters of zelfs boten. Het zijn dus vaak vooral voertuigen die je zelf kunt gebruiken in je vrije tijd. Maar wat je ook steeds vaker ziet is dat juist bedrijven ze inzetten tijdens de werkzaamheden. En kijken we naar de laatste kwartaalcijfers of het laatste kwartaalrapport... dan is dat van 28 oktober van dit jaar, uh, wat ten eerste opvalt, dit is de samenvatting, dus dat eigenlijk Polaris, in ieder geval de verwachtingen die het bedrijf van tevoren had, dat ze die hebben behaald. Dat ze dit jaar op, ja, een record hebben behaald met uh, de verkoop, met de omzet. Dat de vraag naar hun producten nog steeds sterk blijft, ook heel belangrijk. En ze hebben natuurlijk, zoals heel veel Autofabrikanten bijvoorbeeld ook hebben nog steeds wel problemen met de supply chain, dus met uh, het toevoeren van onderdelen om juist deze producten te maken. En op, de, op basis daarvan uh, passen ze ook de guidance, oftewel hun eigen vooruitblik. Aan, omdat ze gewoon te maken hebben met dat soort ja, beperkingen, zijn het in eigenlijk gewoon. Maar kijken we dan bijvoorbeeld naar wat de dealers aan voorraad hebben staan in Amerika, dan zien we dat dat juist stukken minder is. Dat is natuurlijk heel erg positief, want um, voorraad, als die er is. Dat is, ja, is wel leuk om te laten zien dat je iets hebt. Maar te veel voorraad is natuurlijk wel niet goed. Je wilt zoveel mogelijk omzetten. En dat er weinig voorraad is, geeft eigenlijk ook al aan hoeveel vraag er naar deze producten is. Dus dat zien we eigenlijk op alle onderdelen. Of het nou off-road vehicles zijn, snow of motorcycles. Alles is gewoon stukken minder vergeleken met voor corona bijvoorbeeld. Kijken we nog verder naar uh, de pre-orders, oftewel mensen die iets bestellen, bestelling plaatsen. Dan zien we dat dat eigenlijk al sinds. Eerste kwartaal van dit jaar al heel erg sterk was, ook het tweede kwartaal en ook het laatste kwartaal is dat nog steeds zo. Dus uh, er zijn heel veel orders geplaatst. Dat is natuurlijk positief, omdat deze orders, ja, als eenmaal de productie weer op gang komt, alles weer goed leverbaar is, dat ze in ieder geval nog genoeg uh, orders hebben staan om ook ja, voertuigen te maken bijvoorbeeld. Dus um, dat is denk ik wel heel belangrijk om te zien. Dat geeft een beetje aan wat we in de toekomst ook kunnen verwachten. Dus het ligt zeker niet aan de orders, want die zijn er genoeg. Het ligt vooral dus aan de productie of de beperkingen van de productie. Um, dat gewoon, zoals gezegd, tekorten, supply chain is gewoon een, een issue. Um, ja, zoals gezegd, ook dat zien we bij heel veel bedrijven terugkomen. Dus um, ja, daar laten we niet te veel naar gaan kijken, zou ik zeggen. Uh, waar we misschien wel naar kunnen kijken, en dat denk ik ook wel heel interessant is, is dat er uh, nu een nieuw model aankomt, een helemaal elektrisch voertuig. Dus... Zoals ik eerder al zei, het is niet alleen maar particulieren die zoiets kopen voor hun vrije tijd. Het zijn ook steeds vaker bedrijven. Um zeker in Amerika dan kan dit wel interessant zijn en als het dan ook nog eens elektrisch is is het heel erg aantrekkelijk voor een bedrijf niet alleen als investering maar ook natuurlijk als imago. Dus uh, ik denk ook zeker dat steeds meer bedrijven zeker nu een elektrische variant van komt gebruik zullen gaan maken van dit soort type voertuigen en kijken dan tenslotte nog uit naar wat ze denken over 2021 of 2022. Zo moet ik het eigenlijk zeggen over de komende kwartalen het komende jaar. Dan zullen supply chain issues oftewel de grondstoffen nog steeds een probleem blijven. Dat is niet zo opgelost in het komende kwartaal of de komende kwartalen die komen gaan. Gelukkig zullen ze, zien ze wel dat eigenlijk de vraag naar hun producten gewoon nog steeds groot blijft, nog gezond blijft zeggen ze ook. En dat inmiddels um, ja, de, de capaciteit om producten te maken, waar nu misschien ook nog wel een beetje, um, moet ik zeggen, als die, als die grondstoffen geleverd kunnen worden. Ze hebben inmiddels geïnvesteerd in hun fabrieken of in een van hun fabrieken. Dus de de output, de productie kan omhoog zodra eenmaal alles weer ja, was zoals het vroeger was. Dus ook dat is heel positief, omdat ze dan juist al die orders die er staan, die pre-orders, ook meteen kunnen gaan bouwen. Of niet meteen, maar in ieder geval kunnen gaan bouwen. En laten we dan even gaan kijken naar wat analisten verwachten en wat waarderingen. Te beginnen met de analisten, wat zij verwachten voor de komende 12 maanden dus. Bij TipRank zien we dat er 11 analisten zijn met een gemiddeld koersdoel van 147 dollar. Oftewel een upside van 38% ten opzichte van de huidige koers. Bij Seeking Alpha zien we 18 analisten met gemiddeld een koersdoel van 145 dollar, oftewel een upside van 35%. En bij wat waarderingen zien we bijvoorbeeld bij Simply Wall Street een waardering van 220 dollar, oftewel volgens hun zou de koers nog kunnen gaan verdubbelen. En bij Finbox zien we bij beide DCF waarderingen koersdoelen van 173 of 167 dollar, dus zeg maar ongeveer 60% upside. Maar zoals altijd, laten we niet alleen uitgaan van wat analisten denken of verwachten. Laten we ook vooral zelf een onderzoek gaan doen, een analyse gaan maken. En uiteindelijk natuurlijk ook een waardering gaan maken voor het aandeel. Ook dat doe ik natuurlijk weer met de tool die ik eerder deze maand geïntroduceerd heb: beleggertools.nl. En als we dan even inloggen en het aandeel op gaan zoeken, zoals gezegd: tikkersymbol PII, uh, Polaris. Dan zien we dat het een bedrijf is met zo'n 6,5 miljard aan marktbeurswaarde. Uh, uh, een bruto marge van 25%, een netto marge van net geen 10%. Maar dit zijn natuurlijk ook dingen die we terug zien komen in de checklist. Dus laten we vooral daar gaan kijken. Omdat we dan meteen op verschillende punten een aandeel, eigenlijk een snelle waardering of een snel overzicht kunnen krijgen van een bedrijf. Dat wil niet zeggen dat alles wat rood is, meteen afgekeurd wordt. En dat het daarom niet interessant is, maar dit zijn vaak de punten waar je dan juist extra onderzoek naar wilt doen. En ik heb ook een update uitgevoerd, wat toevoegingen gedaan. Zo zien we inmiddels als het bedrijf uh, dividend uitkeert, wat dus Polaris doet: dat hier onderaan een nieuwe tabel komt te staan met het dividend per aandeel, de dividend yield. En ook de dividend vanuit de free cashflow. Of dat ja, makkelijk te betalen is voor het bedrijf. Maar kijken we even naar de checklist. Dan zien we een PE-ratio van rond de 11. Dat is relatief laag. Uh, we zien zelfs dat ze eigen aandelen opkopen. De laatste vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met bijna 4% afgenomen. We zien een omzetgroei van 50% in de laatste vijf jaar. We zien dan wel weer een winstgroei die negatief is. Of zowel, we maken minder winst. Gaan we zo meteen dus even naar kijken waar dat door komt. Free cashflow ziet er positief uit. En hier zien we trouwens dat de netto-winst net iets minder is. En het zou natuurlijk kunnen zijn dat de laatste kwartaal bijvoorbeeld minder winst wordt gemaakt. Juist door die problemen met de supply chain, met de grondstoffen. Uh, als het dan al geleverd kan worden, is het vaak duurder om het daar te krijgen. Of ze moeten meer betalen om het te krijgen. Dus ik denk ook zeker dat op dit moment de netto-winst of de winstmarges eigenlijk wel een beetje onder druk zullen staan bij dit bedrijf. Schuldratio van 0,75. Willen ze de schuld afbetalen? Dan hebben ze dat in twee jaar gedaan. Als ze al hun free cashflow daarvoor wilden, zouden willen gebruiken. Ook deze heb ik toegevoegd: de interest coverage. Oftewel, um, hoe vaak kunnen ze. Met de winst of de free cashflow vanuit het bedrijf, de, de interesse, de rente betalen zonder de aflossing van een schuld die ze hebben. Nou, dat is 17, dat is ver boven de 1. En ook uh, return on invested capital ligt ver boven de 10% die we graag zouden willen zien. Dus het punt waar we eigenlijk nu naar willen kijken, of tenminste wat mij het meeste opvalt in deze checklist, is dat de omzet en de free cashflow groei wel positief zijn, maar de winst groeit niet. Dus laten we even naar de cijfers gaan kijken van het bedrijf. En uit die checklist pakt hij de laatste vijf jaar. Dus het is eigenlijk vergelijkt hij 2020 met 2016 is dat. En als we naar de netto winst gaan, dan zien we ook wel dat die in de afgelopen jaren hoger was en dat die hier juist lager is geweest. Um, de omzet is wel gewoon gestegen in die jaren, dat zagen we net ook al. Ik denk alleen wel dat de operationele kosten, die zijn gestegen. Het bedrijf wordt groter, meer personeel, meer gebouwen, meer geld geleend. En dat gaat door. Terwijl misschien juist op dit moment, dus door die leveringsproblemen, niet alles geproduceerd kan worden. Um, en dan zullen ze dus natuurlijk te maken hebben met meer kosten. Dus dat drukt gewoon op de netto-winst die ze hebben. En kijken we bijvoorbeeld weer naar de trailing 12 maanden of de laatste 12 maanden. Dan zien we inmiddels dat de omzet gestegen is. De winst ook gestegen is. En ook de netto-winst is dus uiteindelijk stijgt. Dus de laatste tijd ziet er al iets beter uit vergeleken met vorig jaar. Uh, ja Dat was het jaar, dus wat in de checklist naar voren kwam. Laten we ook even gaan kijken naar de grafieken. Vaak om een beter beeld te krijgen van de afgelopen vijf jaar. Hier zien we bijvoorbeeld de koers. Tijdens corona eerst een hele flinke dip. Heel veel mensen natuurlijk in onzekerheid. Misschien annuleren ze wel een bestelling. Na de hand denken ze, oh, dit is wel iets waar ik mijn vrije tijd mee kan besteden. Lekker buiten zijn in plaats van heel de dag binnen zitten. Dus dan zie je dat er in één keer heel veel uh, interesse komt in de producten. En dat zien we natuurlijk ook in de koers met een... Een top van rond 145 dollar. Wat eerder dit jaar. Nu dus alweer flink wat naar beneden. En ongeveer op het niveau zo. Van net voor corona. Dus zeker iets om in de gaten te houden. PE-ratio. Als we een beetje kijken. Dan zien we hier vaak 16. Uitschieters naar 27. Maar zo 15. En hier ook zo 8. Dus 15. Dus en misschien. E-racers die we straks ook zelf kunnen gebruiken als we een waardering gaan maken. Kijken we naar de omzet hier in de grijze kolom, dan zien we die eigenlijk ieder kwartaal een beetje toenemen. Soms zijn er wat kwartalen, zoals de eerste twee kwartalen, waar het wat minder is, kan natuurlijk seizoensgebonden zijn bij dit soort producten. En kijken we verder naar de netto winst. Dan zien we dat die eigenlijk wel met uitzondering van 2020, natuurlijk, toen echt corona net begonnen was, dat die eigenlijk wel een, een stijgende trend in zit. De laatste kwartalen weer wat minder. Dat zal juist weer te maken hebben met hogere kosten en ja, minder kunnen leveren. Dus dat, uh, ja, die vaste lasten gaan gewoon door. Maar ik denk op de lange termijn dat dat niet per se een probleem moet zijn. Dat zien we ook al eigenlijk al terug in de marges. Er zijn lange tijd zo een bruto marge van rond de 25% gezeten. Nu eventjes weer erboven, nu net weer wat eronder. Maar eigenlijk als je het zo over het algemeen bekijkt, uh, redelijk stabiel. Misschien een klein beetje stijgend zelf, dus dat is in ieder geval ook positief. En laten we dan vervolgens even gaan kijken om zelf een waardering te gaan maken voor het aandeel. Want we hebben nu al wat informatie kunnen uh, zien bij analisten. Waarderingen kunnen zien. We hebben zelf wat gelezen in de kwartaalcijfers, kwartaalrapport. Dus we kunnen aannames gaan doen om zelf dus te kijken van wat vinden wij dat het aandeel op dit moment waard is volgens onze verwachtingen, volgens onze waardering. Zodat je het echt op je eigen persoonlijke situatie kunt afstemmen. En dan heb ik hier even mijn uh, verwachtingen, mijn waardering ingevuld voor de komende jaren. Voor de komende zeven jaar is deze analyse. Ik verwacht omzet groeien in verschillende scenario's van 6, 8 en 10 procent per jaar. Netto winstmarge van 4, 5, 6% procent en free cashflow ook. We hebben al gezien dat ze eigen aandelen inkopen. Uh, dat moet ik even zo doen. Dus in het slechtste geval houden ze daarmee op. Blijft het 0% verandering. In de goede tijd zeg maar 1% per jaar eraf. Of 2% van de uitstaande aandelen die ze opkopen. Dan een PE-ratio van 10, 12, 14. En ook een free cashflow ratio. En dit zijn de ratios die worden toegepast... op het einde van die 7 jaar van onze analyse... Gewenst rendement van 10% per jaar. Ik wil iets meer rendement dan wanneer ik, zeg maar, wat veiliger uh, of breder in een ETF zou investeren. Omdat ik één bedrijf nu kies, wat meer risico loop. Wil ik dus eigenlijk ook wat meer rendement maken om dat te compenseren. En na die zeven jaar heb ik een eindeloos groeipercentage van 3% in alle scenario's. Dus uh, na die 6, 8 of 10% per jaar voor zeven jaar zal het bedrijf door blijven groeien met 3% ongeveer de inflatie... of iets meer dan de inflatie. En klikken we dan op analyseer en scrollen we naar beneden... dan zien we dat eigenlijk in de bear case... Zou we op dit moment uh, is het niet interessant, dan zouden we 70 tot 90 dollar willen betalen als we daaraan geloven. Maar meestal is het zo dat de base case is eigenlijk hetgene wat ik denk, wat mijn verwachtingen echt zijn. En dan zou ik op dit moment uh, met, op basis van deze cijfers dus eigenlijk tussen de 115 en 130 uh, dollar willen betalen voor een aandeel. En we zien dat dat nu groen is gekleurd, omdat de huidige koers van het aandeel op net geen 108 dollar ligt, oftewel lager is. Dus het is... Volgens mijn berekening op dit moment interessant om dit aandeel te kopen. En dat komt eigenlijk overeen met wat analisten verwachten. Al zijn analisten vaak kijken die naar de komende 12 maanden, terwijl wij bij deze dus eigenlijk vooral een lange termijn investering doen voor de komende 7 jaar. En ook in dat geval ziet het dus in ieder geval interessant uit. En dat is dus ook de reden dat ik het wil toe gaan voegen aan mijn portfolio. Mijn portfolio heb ik bij de Giro. Uh, wil je nou zelf ook beginnen met beleggen? Heb je nog geen broker? Kijk dan ook zeker eens naar de Giro. Het is in ieder geval wat mij betreft de meest interessante broker in mijn situatie. En ik denk ook voor heel veel beginnende beleggers. Ze hebben nu nog een leuke actie waar je gebruik van kunt maken. En een link om gratis een account te openen vind je onder deze video terug. Loggen we in. En dan gaan we eerst even kijken naar die transactie waar ik het over had in het begin van de video. Laat ik een klein beetje inzoomen zo, dan zie je dat ik uh, op 15 november, vorige maand dus, het aandeel Silicon Motion had gekocht. Vier aandelen, 86, uh, of uh, 68,5 dollar en dat was dus de aankoop. En je ziet ook dat ik hem eerder vandaag al heb verkocht op, 12, op 14 december voor uh, 84, bijna 85 dollar. Dus we zien dat we niet alleen die 250 euro van deze maand hebben, maar dus ook eigenlijk het geld van de verkoop, zo'n 300 euro van dat uh, aandeel van de vorige keer. Um, gaan we dan even kijken naar het portfolio, hoe het er op dit moment uitziet. Soms gaat het wat beter, soms wat minder. Vandaag zie ik trouwens dat Microsoft bijna 4% onderuit is, maar nog altijd 47% in de plus. Wat ook opvalt zijn de ETF's. Vooral degene waar ik het over had met uh, Eck, uh, Vector Digital Assets zijn het. Dus eigenlijk vooral de cryptobedrijven, blockchainbedrijven. Die stond vorige maand nog, volgens mij, 25% in de plus. Nu het als 20% in de min. Dus Um, ik had gehoopt, gedacht, dat crypto nog even een hype zou krijgen. Nou, die hebben we gehad, maar nu zitten we zeker in een dip. Ik weet niet of het nog gaat komen, dus ik houd het nog even wel aan. En tenslotte zien we ook dat HP het erg goed doet met bijna 30%. Dus voor deze video wil ik, uh, zoals gezegd, het aandeel van Polaris gaan toevoegen. PII, Polaris. En dat wil ik niet voor het hele bedrag gaan doen, maar ongeveer voor de helft. Dus klikken we op Koop doen we het trouwens wel zo, want dan kan ik het bedrag invullen dat ik voor 300 dollar of euro wil kopen tegen het limiet wat er op dit moment is. Even andersom, even opnieuw. Dan zou ik dus op dit moment drie aandelen kunnen kopen. Dus laten we de order plaatsen. Inmiddels zijn dus de nieuwe kostenstructuur van de Giro geen kosten. Al zul je uiteindelijk wel 50 cent betalen voor elke transactie. Dus maar die zie je dan weer hier niet terug. Dat is dan wel wel jammer, want eigenlijk betaal je dus voor deze transactie 50 cent. Uh, klik op bevestig en hij is al direct uitgevoerd. Dus we zien hem eigenlijk al meteen staan hier: uh, drie aandelen van Polaris. We staan al een klein beetje in de plus. Dus dat is al in ieder geval positief. En ik zit eraan te denken om het resterende bedrag nog te investeren in Intel. Omdat Intel een bedrijf is. Uh, of het nou dadelijk ik nog goed gaat op de beurs of niet. Ik denk dat zij de komende tijd in ieder geval nog heel veel vraag zullen hebben. Omdat de vraag naar chips nog wel een tijdje aan zal blijven. Dus dat is misschien een aandeel dat ik een positie die ik de komende dagen uit ga breiden. Ik moet heel even kijken hoe ik het ga doen. Want ik zie dat ik nu nog zo'n 340 dollar in mijn dollarrekening heb staan. Dus dat geld wil ik gaan gebruiken voor deze aankoop. Maar die informatie zul je dan waarschijnlijk wel... Uh, weer in de volgende video zien. In de video dus van over twee weken. Want in die video geef ik dus een update van mijn portfolio op dat moment. Maar ik ga eigenlijk een beetje terugkijken... Uh, terugkijken naar de laatste 12 maanden. Niet alleen van de aankopen die ik heb gedaan, posities die ik inmiddels alweer heb gesloten. maar ook de interessante aandelen die ik in de andere video-serie al besproken. gedurende ja, het hele jaar dus. Maar dat is over twee weken. Laat ook weten wat jij vindt van de aankoop, van het aandeel. of van andere dingen. En doe dat via de reacties onder deze video. De beste en leukste reactie voor de komende maand maakt natuurlijk ook nog meteen kans op een van die drie uh, schilderijen of canvasdoeken. Dus zeker een reden om te gaan reageren. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Bijna niet geabonneerd op het kanaal. En wil je geen video meer missen in de toekomst? Klik dan op abonneren onder deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken? Zie ik jou graag weer bij de volgende video terug.